jetix.nl kun je je opgeven om als Jetix reporter gezellig met mij mee te gaan achter de schermen bij bijvoorbeeld een musical of het circus of waar we nu zijn, de dierentuin. Een leuk dagje uit. Apen, tijgers, beren, olifanten, pinguïns. Er zijn zoveel dieren en die moeten allemaal eten en drinken. En ze hebben natuurlijk een schoon verblijf nodig. En dat is bij elkaar heel veel werk. Tom, de Jetix reporter, en ik zijn vandaag in Burgerzoo in Arnhem om erachter te komen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Tom, ben je klaar voor de interviews? Kom op. Oké dan, nou, je hebt je helm op en je microfoon, dus we kunnen aan de slag. Laten we gaan. Oké dan. Waar zijn de tijgers dan? Ja, ik zie ze ook niet. Zullen we dan maar even gaan vragen? Ja, dat is goed idee. Kom. Ah, Tom en Sita. Hallo. Hoi. Waar zijn de tijgers dan? De tijgers? Daar ben ik nou eten voor aan het klaarmaken. En zodra het klaar is, dan ga ik dat in het hok leggen, denk ik. Wat is dit voor vlees? Rundvlees. Ze krijgen soms ook schaap of konijn of paard. Maar vandaag krijgen ze rundvlees. En hoeveel kilo eet dan zo'n tijger in één dag? En dat is ongeveer 3 kilo. Dat is ongeveer zo'n stukje wat ik nou afsnij. Kijk, zo'n stukje krijg ik ongeveer 1 tijger. En dan maken we dat zo meteen vast met een touwtje. Dat het een beetje blijft liggen op een plek. Uh-huh. En dan gaan we dat zo voeren. Maar dan moet je wel een klein eindje aan de kant, want dat gaat heel hard knallen. Hoi! Zo, volgens mij is hij doormidden. Nou, volgens mij ook. Als je gewoon een stukje vlees geeft, zonder bot of zo, dan is het hapslik weg en dan hebben ze de rest van de dag weer niks te doen. Nee. Dus nou zijn ze lekker lang bezig om het vlees van het bot af te halen. Nou, op naar de tijgers denk ik toch? Ja. Oké, dan gaan we het hier vastmaken. Je weet toch wel zeker dat die tijgers weg zijn, hè? Ik dacht het wel. Ik dacht dat ik ze net nog gezien had binnen in het hok. Dus. Ja, zeker weten, want ik vind maar niks. Goed stevig vast. Goed stevig vast, want anders hebben ze met één ruk los al. Kijk. En dan hebben we 3 tijgers, dus leg ik nog 2 stukken. Zal ik dat doen? Nou. Of wil jij doen? Ik zal. Zal ik een microfoon vasthouden? Ja. Zo, dan leg daar maar ergens neer. Niet te dicht bij de draad, als dat vol moet. Ja, zo ja. Goed, dat lijkt me een goede plek. Zo, dan zijn we nu klaar. Ja, dan kunnen nou de tijgers naar buiten. Ja? Nu? Ja, dan moeten we heel snel weg. Ja, ze komen ook wel snel. Wauw. Oh, kijk dan. Nou, gelukkig dat dit achter glas is. Nou, hè? Inderdaad. Ze willen hem natuurlijk meenemen, hè? Het gaat niet. Hey, cameraman, heb je dat goed in beeld? Kijk. We gaan wel weer. Ze zijn lekker aan het eten. Dan zullen ze niet meer langer meer storen. Nee. Mooi? Ja. Ja. Is goed. Zie jij ze al? Nee. Nee, ik ook niet. Oh, daar zijn ze. Oh ja. Ja. Jeetje, die aardvarken zijn moeilijk te vinden, zeg, hier in de bush. Ja. Ze zijn wel leuk. Hey, en die planten, hè, Tom, dat lijkt me ook heel veel werk om dat allemaal bij te houden, te snoeien en te knippen en water te geven. Hey, misschien kunnen we die meneer een handje helpen. Oh ja, vraag maar. Meneer, kunnen we misschien een handje helpen? Ja, graag. Oké, komen we eraan. Hoi, daar zijn we. Ja. Hoi. Hallo. Hoi. Joost, ik kom even helpen. Ja? Kijk, voor jou een snoeischaar. Oké, dank je. Dit hier moet er allemaal afgeknipt worden. Ja. Zodat we de aardvark weer wat beter kunnen zien. En dan kan hij ze mooi even aan de kant voor je blad. Is goed. Oké. Oké, dan zit ze daar maar neer. Ze zijn wel erg leuk, hoor. Waar dient hij dan die lange snuit voor? Nou, in het wild eten ze vooral termieten en ze hebben een hele lange tong. En die komt dan uit die lange snuit en dan gaan ze mee in de gaten die ze in een termietenheuvel graven. Dan gaat die lange kleverige tong naar binnen
En die termieten die bijten allemaal in die tong en dan slurpt hij ze zo naar binnen. Nou, dat is handig. Zo Tom, dat was leuk in de jungle, hè? Ja. En we hebben ook nog even kunnen helpen, helemaal goed. Ja. Wat nu? Nou, ik dacht dat we wat kleinere dieren konden gaan bekijken. Ja, spinnen! Oeh, spannend. Nee, nee, ik dacht meer aan vissen. Vissen, oh cool. Kom, zullen we dat gaan bekijken? Ja, gaan we doen. Had ik mijn zwemvliezer maar meegenomen. Nou, inderdaad. Had ik kunnen zwemmen. Hé, hey, daar is een medewerker. Ik ga hem even wat vragen. Ja. Ja. Hallo. Hey, ik ben Jetix Reporter Tom. En ik zou u graag een paar vragen willen stellen. Ja, maar. Hoeveel liter water zit er in Ocean? We hebben de hele Ocean wel 8 miljoen liter water. 8 miljoen? Dat is echt veel. Oh. Hoeveel soorten vissen zwemmen hier in heel Ocean? In de hele Oceaan hebben we ongeveer 150 soorten vissen. Van grote haaien tot hele kleine visjes. Dat zijn echt veel, hè? Ja, dat zijn heel veel. Nou, jullie kunnen anders wel even mee de vissen voeren. Ja, leuk! Kom mee! Oké, okay, leuk! Nou, hier zijn we dan. Wow. Ze hebben heel erg grote vissen. Die zijn best groot, inderdaad. Ja. Ja, laat ik vergeten te zeggen, we gaan de haaien voeren. Ja, nou ja. Stoer. Ik kan er maar bij zitten. Zitten? Ja. Oké. Okay. En wat voor vis geven ze? We geven ze haring. Haring? Oh, lekker. Oh, lekker. Zonder uitjes. Zonder uitjes. Dat is wel jammer. Kijk. De volgende. Hoeveel haaien? We hebben 3 haaien. 3, ja. Dat zwemmen ze allemaal. Wow. Ja, het gaat er hard aan toe. Laatste stukje, wie wil? Ja, kom op, pak hem. Ja. Nou, ik denk dat ze hun buikje wel vol hebben. Wat jij, Tom? Ja, volgens mij ook. Oké, okay. Hey Tim, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Doei, doei. Doei. Tot ziens. Ja, ja. Ik kijk er niet zomaar naar binnen. Kijk, mag niet. Ah, jawel joh. Kijk, hier. Wel? Kom, echt vangen. Okay. Nou, is het klaar? Ja, weet je het zeker? Nou, ja, tuurlijk. Kom, ja. Oh, wow. Volgens mij is dit het verblijf van de giraffen. Ja, ik zie ze. Zijn. Ja, goed. Nou, ik heb hier 2 vegers. Jullie kunnen meteen aan de slag. Ja. Ja, shit, nu moeten we hier wel blijven. Ik ben bang van wel. Gaan we daar vegen? Oké. Vinden. Uitharken. Nou jongens, dat ziet er prima uit hoor. Nou, phew. Dankjewel. Maar nu heb ik ook nog wat vragen voor u. Brand maar los. Hoeveel kilo poep levert een giraf per dag? Het valt eigenlijk heel erg mee. Want het zijn hele grote dieren, maar ze hebben maar hele kleine keuteltjes. Oh ja? Ja, het is misschien alles bij elkaar een kilootje. Een kilo, dat is niet zoveel. Nee. En welk dier levert het meeste poep? Nou, ik denk dat de olifant is. Dat zijn echt kruiwagens vol per dag. Ja, een olifant eet heel erg veel, maar hij verteert het maar slecht eigenlijk. Want er zitten ook heel vaak strootjes en zo in. En dus moet hij heel veel eten, dan heeft hij ook heel veel poep. En wat is het meest vieze van uw werk? Nou, ik vind het eigenlijk niet zo vies. Want als je met deze mooie dieren mag werken, dan hoort een beetje poepschepper erbij, toch?
dat is wel waar. Oké, dat waren mijn vragen. Nou, dankjewel. Dankjewel. Nou, ik vind dat jullie vandaag fantastisch hebben meegeholpen. Dus daar wil ik jullie graag voor belonen. Ga jullie meehelpen de giraffen voeren? Vind je dat leuk? Ja, kom maar. Oké, kom, dan doen we dat. Kom mee. Toch wel een beetje een vies werkje, hoor jij niet? Nou, gelukkig hebben de giraffen nu een heel schoon bedje. Ja, dat is wel waar. Hé, een deur, daar gaan we naar binnen, kom. Dat zou ik dus niet echt bij... Jawel, kom nou. Nee, was toch niet zo'n goed idee? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Hey Tom, ja. Jouw taak als Jetix reporter zit er helaas op. Jammer, hè? Ja. Maar we zijn wel veel te weten gekomen over hoe het er allemaal aan toe gaat in de dierentuin, hè? Ja. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Oké, maar ik heb wel een beetje trek gekregen van al die dieren voeren. Ja, en ik lust ook wel wat. Nou, we gaan wat eten. Kom mee. Doei, doei. Tot de volgende keer.